folks at the Erasmus Lab playing with fire by weaponizing and aerosolizing H1N1, which is the bird flu, right? And H5N1, which is 50%. You know, H1N1, everybody gets it. It's very contagious. H5N1 is kills half of the people it infects. Thank God they are not together. That would mean a pandemic where half the people die, right? You'd have 3 billion people die. Well, this is where we're saying Kissinger is going, right, with this Erasmus Lab. This is Kissinger's little house, little shop of horrors, little shop of viruses, which they're using NATO as the kind of the rinse here. But you can see here in this article that this is exactly what they're trying to do, is combine H1N1 and H5N1 to be the super flu, the super killer. This is sort of like taking Spanish flu and combining it with coronavirus. You add the ability to aerosolize it and then the deadliness of it. And of course, you have Henry Kissinger talking about depopulation. Eruit gepikt. En die gaan dus mee. Ik loop ook een stukje naar achter, want ik ben ook... Jongens. En zo is de AE, gaat er één voor één mensen uitplukken. En die worden dus in de bussen gegooid. Ja, we houden nu even wat meer afstand, want ik heb net mijn fair warning gehad. Ik wil morgen graag ook verslag doen. Dus ik hou nu eventjes iets wat afstand. Iets gebeurd, het is vreedzaam. Ah. Rechts, Lin. Het gaat niet zachtzinnig zo te zien. Een dame die... Een dame in een carnavalspakje. Gewoon een dame. Die wordt nu ook meegenomen. Door de AE. Heel veel onrust komt er in één keer vanuit de mensen. Er worden ook met dingen gegooid. Heel veel onrust komt eruit. Ja, we zijn hier spuiten met pepperspray hier ook. Er is ook een demonstrant die met pepperspray die kant uitspreekt. Even kijken. Nee! Wat was je van plan? Nee. Wat heb je daar in je handen? Wat heb je? Pepperspray! Gelukkig hebben we hartas. Deze dame was met pepperspray aan het spuiten. Agent! Er was net een dame die was met pepperspray aan het spuiten in de mensen. Daarom. Alsjeblieft. Oké, dankjewel. Deze dame was dus aan het spuiten met pepperspray in de menigte. Pepperspray, ja. Ze was met pepperspray aan het spuiten in de menigte. Was het voor agent? Nee! Het was een demonstrant die onder ons zat. Die ging pepperspray spuiten in de menigte, gewoon bij ons. En gooien met dingen. Ja. Oh, nee.